Mijn naam is Edith Tagau. Ik ben keramist. Ik ben geïnspireerd op het leven onder de microscoop. Dierlijke cellen, plantaardige cellen, piepkleine beestjes. Nou, alles eigenlijk wat je onder de microscoop zou kunnen zien, wat uit de natuur komt. Ik maak dit van klei. Ik vergroot het zodat iedereen het kan zien. Ik noem het eigenlijk ook Invisible Nature. Hopelijk vinden jullie dat hartstikke mooi. Vandaag zijn jullie ook te gast in mijn atelier. En laat ik zien hoe ik mijn werk maak. Ik hoop dat jullie dat leuk vinden. Ik begin met een stuk klei. Dat vorm ik al een beetje naar de mal toe. En dan maak ik een basisstuk. Dan probeer ik overal de wand dezelfde dikte te laten krijgen. Dat doe ik door middel van het aandrukken met mijn duimen. Ik ga er een bolvorm van maken. En ook daar moeten de wanden weer gelijk blijven. Ik maak het nu even goed in de vorm, zodat ik daar aan de bovenkant op kan bouwen. Zodat we een overgang hebben naar de staart. En die overgang die bouw ik op door middel van rolletjes. Smal genoeg om daar straks de staart op te kunnen zetten. Dit vorm ik wel alvast een beetje naar de lijn die ik wil hebben. En dan gaan we hier de plakken klei gaan we glad maken. Dat doen we door middel van een lomer. Ik gebruik hier een behoorlijk harde kunststof lomer mee. Hij is glad gesmeerd en de vorm zit erin. En dan ga ik er bollen opbouwen en dan wil ik dat ding neerleggen. Dus dan gebruik ik de foam. Ik ga er dus bollen opbouwen. En die ga ik zoiets, de beginnende. Water hebben we ook nodig. Altijd eventjes kijken hoe groot dat ik hem wil hebben. Ik denk zoiets. Mag ook zoiets zijn. Ik werk altijd zonder echt plan. Dus het is puur improvisatie. Slip. Roller op. Goed aandrukken. En smeren. Dus de binnenkant. Voor de buitenkant wil ik dan een stokje gebruiken. Deze vind ik altijd heel fijn. Dan kan ik dat hier netjes, maar toch heel scherp, dat we de buitenrand mooi rond blijven houden. En dan hebben we meteen een lijn van de cirkel. Zo, dat mag er best zo uitzien in het begin. Afwerken komt op het allerlaatste. Beetje mooi rond maken. Deze klei die hier binnenin zit, hebben we niet nodig. Dat zorgt alleen maar voor gewicht. En dat kunnen we weer hergebruiken.
Dus die ga ik eruit snijden. Daarvoor gebruik ik een mesje. Daar heb ik een heel fijn mesje voor. Hij is al hartstikke versleten. Ik heb hem ooit van iemand gekregen die ermee gestopt is. En die gaf letterlijk en figuurlijk zo haar stokje door. Vond ik wel heel lief. En ik gebruik hem met heel veel plezier. Super handig. Kijk, komt er iets uit. En dit is de basis voor de bol die we hier op gaan bouwen. Een halve bol is het eigenlijk. Duwen we de vorm weer erin. De vorm zit erin, dus dan komt de volgende bol. Dan gaan we kijken dat we hem rechtop kunnen laten staan. Nou, ik heb nu allemaal bollen aangebracht zoals ik het net allemaal de eerste keer al gedaan heb. Dus dan ga je door totdat ik vind dat ik het mooi vind, een beetje balans in zit en hij moet kunnen blijven staan. Dan ga ik afwerken. Dan begin ik eerst weer met mijn lomer. Hier is hij. Dat als allereerste, dat het allemaal een mooie overgang kan hebben. Dus dat alle oneffenheden eraf zijn en ik een strakke wand heb. Ik heb een heel klein lomertje zelf gesneden uit blik. En daarmee kan ik tussen de kleine stukjes door. Dat ik dat heel mooi gevormd krijg. Ik ga nu de staart maken. Die moet hier bovenop. Dit zal een beetje drogend worden. Dus daar zorg ik al voor dat die al wat nat is. Ik zal hem ook even in mijn bak met water soppen. Het scheelt ook altijd alweer wat. Zo, kan dat water alvast intrekken. Dat maak ik alvast in de vorm van een staart voordat ik begin te rollen. Zo heeft hij alvast wat lengte. En dan pak ik mijn plankje. En dan rol ik daarmee verder. Het resultaat is dan dat je één gladde worst hebt. Wel een beetje de nerven van erin, want je hebt hier nerven. Ik pak dan wel deze kant van de plank. Hier zitten meer nerven in. Dus deze, daar zie je dan iets minder van. De rest kunnen we wegwerken. Zo. Dan hebben we hier een mooi puntje. En hij is mooi lang genoeg. Dan kan hij hier op. Past wel ongeveer. Dan gaan we nu de spiraal maken met een klein stokje. En de föhn heb ik daarvoor nodig. Ik leg hem al rond en dan rol ik hem langs het stokje op. Ik hou hem wel op de tafel.
Heel voorzichtig. Als een soort slakkenhuisje. En dan even feunen. Hij is aangefeund. Blijft dan ook mooi in de vorm staan. Het is natuurlijk hard en dun en gevoelig. Dus dat moeten we heel voorzichtig duwen. Want ik wil daar een mooie krul in hebben. En dan maak je ook als het ware gebruik van de zwaartekracht. Staartje aan. Nog wat feunen. Dan gaan we hem erop zetten. Dan heb ik toch wat klei nodig voor de zekerheid. En hier was water in. Dus die is nou weer lekker zacht. Extra modder dat hij erop kan. Nou, we moeten even kijken dat hij leuk in vorm blijft. En hij moet blijven staan zo meteen. Dus ik haal hem toch even zo van het schuim af. Dan kan hij zelf blijven staan. En dan monteer ik de staart op de basis. Mooie overgang hebben. Nou, dit alles staat. Dan gaan we dit nog even afwerken. Zorgen dat we wat minder strepen hebben. Stof de afgevallen stofjes af met de penseel. Dan kom ik overal goed tussen. Het werk is biscuit gestookt. En we gaan het nu glazuren. Met een ringeloor. En dan gaan we puntjes zetten, want dat vind ik zo leuk. Even kijken dat het goed doorloopt. De glazuur laat ik ook eigenlijk altijd in de ringeloor zitten. Want ik heb hem de volgende keer toch wel nodig. Dat is het handige als je alleen maar dezelfde kleuren blijft gebruiken. Wel altijd opletten dan of het mechanisme niet gaat roesten. Of dat je het even schoon maakt. Want soms kan er wel eens troep mee in de glazuur zitten en dan is je glazuur verontreinigd, krijg je vlekken. Dit is het eindresultaat. Ik ben er heel blij mee. Zoals je ziet, ik heb overal dus puntjes gedaan van glazuur. Verder vind ik het niet nodig om te glazuren, omdat ik de kleikleur heel erg mooi vind. Hij is al wit genoeg. Dat komt omdat er een hoger kaolin gehalte in zit, waardoor het dus ook witter wordt. Ik hou van de ton sur ton kleuren, in dit geval witte kleuren. En ik vind het prima zo. En natuurlijk, er staat ook mijn signatuur onder. Heel belangrijk.